Everest, de vierjarige special uit een moeder van Negro. Ook hier gefokt en nu goedgekeurd bij het NRPS. Een hengst met een geweldig pedigree, een geweldige familie. Ja, uiteindelijk is de stam dezelfde stam als Ferro. Dus de stam van Ferro zit erachter. En ons, wat ons betreft, onze stammoeder is de merrienaam Reina en de sportnaam was Roos. Die merrie hebben we toen de tijd gekocht. Die was als vierjarige de hoogst geplaatste merrie in de Pavel Cup. Later heeft Anne, die heeft daar nog lichter toe gereden. Ze is kampioen merrie van Nederland geweest bij de keurmerries. En met die merrie hebben we een beetje onze eigen fokkerij opgezet. We hadden het net over elegance van Beatrice Verdeselat. Die komt uit Roos, uit Reina. Freesia, de moeder van deze Everest, die komt ook uit Roos. En de moeder Freesia is weer dus een volle zuster van elegance, van Beatrice. En deze Freesia die heeft Evegro gebracht, een jonge Everdeel-zoon, NPS gekeurd. Daarnaast heeft ze Irvin gebracht, ook een NPS-hengst, ook gekeurd van Inspire. Van Inspire. En daarna deze Everest. En Everest is een zoon van Especial. En Especial die hebben wij nog zelf. Die heeft Lottie onlangs uitgebracht. Succesvol in de lichte toerpaard. Doet het heel goed. Die hebben we 1 jaar laten dekken. En uit dat jaar komt deze Everest. En wat ons betreft een paard met heel veel potentie. Hij heeft onlangs in Oost-Eind de jonge paardenwedstrijd gewonnen. Testruiter een 10 en een paard met heel goede rijpaardeigenschappen, heel makkelijk te rijden, erg bergop. Mooi gesloten paard, goede rug erin, paard met veel mechaniek. En een paard waar we eigenlijk zometeen op de lange termijn heel veel verwachtingen van hebben. Super gefokt en de juiste kwaliteiten. Dus echt een paard wat ons betreft voor de toekomst met een mooie kleur. Vroeger hoorde je super gefokt is een opleisting van bewezen hengsten. Vandaag bij jou hoor ik zeggen super gefokt is een stammetje waar verschillende keren sport uitkomt, waar een betrouwbaarheid zeg maar, is vandaag super gefokt. Dat is een serieuze verandering van het kompas zeg maar. Nee, uiteindelijk komt het allemaal op hetzelfde neer. Ze moeten hun eigen zelf bewijzen in de sport. En dat heeft de grootmoeder, Reina, heeft dat gedaan. Anne heeft de lichte tour meegereden. En daar zijn we verder mee gaan fokken. En de kinderen bewijzen het keer op keer zelf. En dat is een goede basis. Daar kun je van zulke soort medisch kun je ervan uitgaan dat je ook verder kunt gaan met de sport. Dat je sport fokt en dat je continuïteit hebt in de sport. Ja.